Maandag hadden we maartse buien, maar die doofden geleidelijk uit. En daar kregen we een heldere en koude atmosfeer voor terug. Afgelopen nacht temperatuur een paar graden onder het vriespunt, een dun laagje ijs. En dus nog even kort en krachtig genieten van die blauwe lucht. Want in de loop van de dag nam de bewolking toe. En dat leverde ook een kring om de zon op, ook wel een halo genoemd. En een kring om de zon betekent water in de ton. En daar gaan we ook mee te maken krijgen. Hier nog even het satellietbeeld van vanochtend. En dan zien we heel mooi hoe vanuit het zuidwesten die hoge bewolking en later die steeds dikkere wolkenvelden zich over het land aan het uitbreiden waren. En na die bewolking kwam ook de regen onze kant op. We hadden met een uitloper van een hoge drukgebied te maken. De kern van dat hoge drukgebied lag boven het zuiden van Duitsland. En de rug van hoge druk zien we heel mooi aan zo'n knik in de isobaren. En dat zorgt tijdelijk voor wat stabieler weer. Maar die rug van hoge druk is alweer in oostelijke richting aan het verplaatsen. En dat geeft ruimte voor die wisselvallige zuidwestelijke stroming, waar dus ook regen bij komt kijken. En dat gaat vanavond gebeuren. Is het tijdelijk wat droger. En morgen overdag trekt dan een front over met wederom wat lichte regen of motregen. Daarna houdt die zuidwestelijke stroming stand en is het een komen en gaan van regengebieden. Op vrijdag zien we dit lage drukgebied dichterbij komen. Daar cirkelen meerdere gebieden met regen en buien omheen. En dan gaat de wind ook behoorlijk aantrekken. Nou, dat is wat ons de komende dagen allemaal te wachten staat. Eerst nog eventjes terug naar vanavond. Dan krijgen we dus ook met regen te maken vanuit het zuidwesten. Het is ook behoorlijk zacht, 6 of 7 graden. En in de loop van de nacht trekt die regen dan weg naar het noordoosten. Wordt het even wat droger en aan de temperatuur verandert niet al te veel. Wordt een paar graden vanaf gesnoept. Minimumwaarde tussen 4 en 6 graden. Morgen overdag is het eerst droog, wel overwegend bewolkt. En in de middag komt vanuit het zuidwesten dan dat tweede bandje met regen overtrekken. En die gaat zich ook in noordoostelijke richting verplaatsen. Nou, die zuidwestelijke stroming zorgt ervoor dat het heel zacht is. Temperatuur tussen 13 en 15 graden. Nou, dat wisselvallige en zachte weer is ook voor de dagen daarna nog weggelegd. Ik noemde net de vrijdag al even. Dan krijgen we met dat lage drukgebied te maken. Veel bewolking, veel regen en ook veel wind. En vanaf zondag dan draait de stroming naar het noorden. Komt er meer zon in het weerbeeld voor. Maar die noordelijke stroming gaat ook wat koudere lucht met zich meebrengen. Dus de temperatuur gaat dan wel wat lager uitvallen.